Maar dat is wel een hele zware opgave. Nou, we gaan weer terug naar Glasgow. Kijken of het publiek zich nog achter hun held schaart. Van Gerwen had in de halve finale dus dat gemiddelde van 108 tegen Adrian Lewis. Nu stond hij in ieder geval na de eerste vijf legs op. Oh, dan is het alweer weg. 96 nog wat. En toch gewoon 4-1 voor. Ja. 140. En het lijkt zo gemakkelijk te gaan. Kijk eens aan. De eerste 180 zat erin. Dit wordt ook weer 140. Frank, voor de onderbreking vroeg jij aan onze kijkers. Peter Wright is veelkleurig of kleurrijk. Wie nou in iedere sport nog kleurrijker is? Nou, je hebt het geweten, hè Frank? Ja, en het, mensen hebben echt ontzettend hun best gedaan. Ik noem hier vast eentje. Hans Kraaij junior, heel veel geel en rood. Ik kan u vertellen, daarom moest hij hartelijk lachen, Frank, toen hij het las. Golfer Ian Poulter. Hier is een man van het appeltjesgroen. Die vergeet hier 5-1 voor te komen. Ja, misschien dat Wright daar dan nog gebruik van kan maken. 121 voor Snakebite. De meest kleurrijke darter in ieder geval. Triple 17. En Bullseye. Ja, maak er maar een wedstrijd van. Waarom niet? Vindt ook Joanne Wright. Het is 4-2. De eerste break is in feite in ieder geval het voordeel van Peter Wright. Zeker de meest kleurrijke darter. Ja, Dennis Rodman hadden we al genoemd. De basketballer. Die komen nog meer tegen. Kyle Anderson met zijn mooie Aboriginal shirt. Zeker ook een goede kandidaat. Maar in de darts legt hij het toch af tegen deze schot. Een paar voetballers. Taribo West en Wagner Love worden genoemd. Ja, Wright heeft nu echt de goede richting te pakken even. 95. Nu is zijn eigen lek houden en de afstand is nog maar één. Overigens bij dat geheel terzijde. Ik vond het Noorse curling team ook wel een goede vond. Ja, die vergeet ik nog te noemen. Het Noorse curling team. Je moet zeker even kijken op de hashtag #HertogsEvendart. Right, richting dubbel 16, omdat hij de dubbel 18 eerst gooit. En die gooit hij ook. Back-to-back 12 darters voor Snakebite. En we hebben nog meer een wedstrijd. Hij geeft er nu ook echt kleur aan, Peter Wright. Met de gemiddelde dat hij al had opgekrikt naar 106,5. Nou, dat doen we nog een 180'ertje erbij. 100. Verbe is wel met hem meegegaan overigens naar 104,5. En kijk eens aan. Hij heeft echt de goede richting gevonden nu. En kan Van Gerwen deze storm ook doorkomen dan? Er staat wel gewoon een 9 darts op de finish. Wright kan er alleen onderdoor. Maar gaat er niet ver genoeg onderdoor. Dan had hij nog een triple nodig, Peter Wright. Het publiek gaat nu wel achter een man staan. En dat is ook de manier om hem vooruit te helpen natuurlijk. 161. 101. 84 nog. Maar goed weggezet naar 12 darts op een dubbel. Het zou wel heel gemeen zijn van deze man als hij nu 112 uitgooit. Dat zou echt heel smerig zijn en hij doet het ook niet. Om helemaal terug te komen in de wedstrijd. Dubbel 12, 4-4. Peter Wright.
stond 4-0 achter. En kijk nu. En ineens leeft het hier weer. Glasgow is ontwaakt. Laat ze maar gewoon zingen voor Peter Wright als Van Gerwen aan het gooien is. Dat is toch de beste oplossing, vind ik. Right naar beneden. 5 keer 1970 over. Dat ongeveer wat hij nodig heeft. En dat is precies wat hij gooit ook. Ah, daar komt Van Gerwen. En die zet zichzelf toch ook nog even op een finish. Kan hij ook nog op voorsprong komen, Peter Wright. Op deze manier, dat zou wat zijn. Bullseye! Komt er niet. Prachtig om te zien in die achtergrond. Dan zie je 2-2, dan zie je iedereen opstaan en de handen voor de mond slaan. Maar dat toch net niet. Hij krijgt gewoon een nieuwe kans. Negen. Dubbel 8. Hij komt ook nog een voorsprong voor het eerst. En dan is het nu aan Van Gerwen om dat momentum van Wright voor even te stoppen. Ladies and gentlemen, we have ourselves a final. Kijk eens aan. Gemiddelde prima. De wedstrijd prima. De sfeer nu ook prima. Voor Van Gerwen, twee keer rood en bullseye. Ja hoor, hij wel. Michael Van Gerwen stopt voor even in ieder geval dat momentum van Peter Wright. We vreesden bij 4-0 in het voordeel van Mighty Mike, maar het is een fantastische wedstrijd na 10 leg. Ondertussen kwamen er nog wel een paar namen voorbij hoor, van kleurrijke sporters. Wayne Mardell kunnen we het ook niet onvermeld laten. Als darter, Hawaii 501. En Snakebite heeft zojuist nog maar eens een keer 180 gegooid. Dat was zijn vierde inmiddels. Daarin loopt hij voor op Van Gerwen nu. 100. Als je toch als schot op dit podium staat en je hoort dit publiek op deze manier, dan moet dat toch kippenvel geven. '81 voor Wright. Om zijn eigen lek in ieder geval weer te houden. Nu triple 14 voor dubbel 16. Wordt niet gegooid. 41. Er is altijd gevaar als Van Gerwen op een finish staat. Gevaar is geweken. 59.
6-5 Peter Wright. Ook die leg heeft hij weer 140. Gehouden. Nou, nog altijd geen leg boven de 15 darts in deze wedstrijd. Maar van Gerwe wil ook nog wel even een punt maken. Wright troeft van Gerwe voorlopig af in de categorie 140. Ja, we weten dat van Gerwe ook regelmatig die 134 gooit. 145. Nou, hij staat nu gewoon aan 9 darts op dubbel 18 te wachten. Deze leg kan Wright niks inbrengen. 140. Niet in 10. En ook niet in 11. En dus ook niet in 12. 28. En hij kijkt er zelf bij alsof hij, hè, ging hij er nou echt niet in? Right, naar beneden. Daar, dat is 1. Daar, dat is 2. Bullseye over Peter Wright, 164. Maar dat is drie keer groen. Michael, je bent 8. Dubbel 4. Dubbel 2. Nee, nee. Oei, 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 oei. Hoe raakt hij nou ook van slag? Door dat geloei. Hij komt er maar weg. Ja, daar waar Taylor er in de halve finale niet mee wegkwam, komt van Gerwe er voorlopig wel mee weg. Oh. Ja, we zien boosheid. Ik denk ook wel voor een deel boosheid voor wat betreft zichzelf. 100. Maar ongetwijfeld ook een deel gericht op het publiek. 140. Meestal werkt het als extra motivatie voor Verwerve. Ach, misschien had hij gewoon weer even een uitdaging nodig. 93. Nou, nog twee dan. Shelly Ann Fraser, de atleten. En Jorge Campos, oud-keeper van Mexico. Kleurrijke sporters. 135. Liet van Gerwe ontsnappen in de vorige leg, Peter Wright. Ik denk dat nu de druk weer op zijn schouders rust. Om zijn eigen lek te houden vanaf 66. Dubbel 10 en dubbel 18. Hij kiest voor de bullseye, dat mag ook. Dat 9 dubbel 16. Ook die en het naast. En dat is 1. En dat is 2. En dubbel 16 is net geen 3. Ik had hem al bijna opgeschreven. En dan toch weer Wright. Ja, we hebben vanmiddag gezien hoe die... die wedstrijd tegen Taylor van het begin af aan naar het vuur sleet. Dat was natuurlijk in deze finale anders omdat hij meteen 4-0 achter kwam. Daar hield hij van het begin af aan telen van zich af. En nu gaan we kijken of hij dat hier kan met Van Gerwe, hoewel het verschil dus kleiner is. 100. Nou, Van Gerwe is niet fantastisch begonnen aan deze leg met 31 en 100. Ja, Wright had ook maar 60 in zijn eerste beurt. 100. Vervolgde 100.
Langzaam komt er bij Peter Wright natuurlijk ook nog een andere druk om de hoek kijken. Kan zijn eerste TV-overwinning worden. Zijn eerste TV-zegen. Ook dat is iets wat op een gegeven moment gaat tellen. 100. Hij heeft er geen last van. Nee, van een paar TV-zegen. Oeh, mist de grote 18. Gaat naar Tops. En die gaat er ook om. Slordige eerste pijl van Vergeerwe. Wright heeft even de tijd genomen. 101. Triple 19 en dubbel 12. Ja, dubbel 12. Peter Wright. Maakt niet voor het eerst een verschil van twee legs in zijn voordeel. Nee, het wordt gewoon weer 7-7. Ja, en dat is nu twee keer op rij dat hij dat niet doet. En dat gaat je een keer opbreken. Dat wijst de geschiedenis gewoon uit tegen Van Gerwen. Daar kom je niet mee weg. En Wright begint met 57. En dat is het ideale moment voor deze man om te zeggen... alsjeblieft. Voor de zesde keer deze wedstrijd. Die een merkwaardig scoreverloop kent natuurlijk. Omdat Van Gerwen eerst 4-0 voorkomt. Dan vijf legs achter elkaar voor Peter Wright. En sindsdien is het, gaat het heen en weer. Dan houden ze allebei hun eigen legs. En verloopt per saldo deze wedstrijd dus volgens schema. En is er een flinterdun voordeel nog steeds voor Peter Wright. Maar dat kon hij wel eens gaan kwijtraken hier. 18. Ja, dat kon hij heel goed wel eens gaan kwijtraken hier. Van Gerwen na 9 darts op 90. Tops over. 50. Nee, dat is de verkeerde triple. De eerste. 96. Michael, you require 40. En daar heeft Van Gerwen zijn voorsprong weer terug. Die kwijtraakte bij 4-3. Het is 8-7 na 15 legs voor de man uit Geemonde. We blijven dus bij elkaar.